Het lampje brandt daar, zo. Ah ja. Komt er van af. Hmm. Oh, zal ik de... deze ook aan doen? Aantekeningen. Twitter deze keer. Ah, zijn we al begonnen? Nu wel. Oké, nou, laten we gaan dan. Ja. We gaan naar de wasstraat voor de 32e keer. Oké dan. En nou, hij is echt vies. Toch maar weer de camera voorop gezet. Ja, mensen die werden ook... één iemand die werd wagenziek. Echt waar? Ja, dat zei hij. Ja. Dus nu kan je zowel vooruit als achteruit kijken. Want wij zitten, hangt weer lekker binnen, dan hoef je niet naar buiten te lopen. Ik vond die slow motion wel heel tof. Maar goed, heb jij wat te vertellen? Ja. Nou, vertel. De browser. Wat is er mee? Wat is er met de browser? Ik had het de vorige keer, twee keer geleden of zo. Zei ik zo van, nou, de browser die ontwikkelt zich te langzaam. En ik begin langzamerhand, begint die gedachte zich wat beter te vormen. Ja. Want ik merk gewoon dat het nog geen goed window of beeld geeft op het internet. Het web is veel breder dan alleen maar de applicaties en de pagina's, et cetera. Maar het zijn ook de links die onderling gebeuren. En het is ook de interactie die er mee gebeurt. Hè, het delen en dat soort zaken. Ja. En dat komt te weinig naar voren op het internet zelf. Er zijn geen protocollen die, zeg maar... hoe wij het web gebruiken. Ik gebruik die twee termen een beetje door elkaar, sorry. Maar hoe wij het web gebruiken, dat is inmiddels zo veel breder dan alleen maar een stel documenten die aan elkaar gerecht zijn door links. Ja. Dat we daar echt ook protocollen voor moeten gaan maken. Zodat we dat gebruik ook gefaciliteerd worden in de browser. En dat het deel wordt van hoe wij dagelijks ermee omgaan. Zoals? Dit is veel te abstract. Sorry. Zoals delen. Het web bestaat zo'n beetje bij de gratie van dat het gedeeld wordt. Hè? Of eigenlijk dat het gelezen wordt. Ja. En we hebben mechaniek dat pagina's aan elkaar geregen worden. Eigenlijk dat ze relevanter worden. Hè? Hoe heet het? Een hyperlink. Ja, precies. Met een hyperlink. Ik link naar jouw pagina. Wij vormen een klein netwerkje. Ja. En mensen die op jouw pagina komen, die komen ook op mijn pagina, et cetera. Ja. En eigenlijk zie je dat nergens. Je ziet niet hoe die onderlinge verhouding er is. En nog veel belangrijker, dat wij twee, zeg maar, sympathie delen. Hè? Twee auteurs of twee schrijvers op het web. Dat is prima, maar je ziet het sociale gebeuren eromheen. Dus dat mensen het tof vinden of waardevol vinden of geboekmarkt hebben. Dat zie je niet terug. Dat zie je toch wel? Nou, niet op de pagina en ook niet in de browser. Dat zie je misschien op Twitter, maar dat is heel erg vluchtig. En op Facebook geldt dat eigenlijk ook. Ik zie allemaal van die 500 keer gedeeld, 20 reacties. Ja, maar dat wordt gefaciliteerd door bedrijven. Ja. En die bedrijven die zijn eigenlijk daar niet zo betrouwbaar in. Of ze worden opgekocht en ze stoppen een dienstverlening. Of ze heten Google en hebben eigenlijk niet zoveel belang met het delen. Maar meer dat advertenties gewoon heel vaak bekeken worden. Oké, dus je bedoelt dan meer iets als trackback? Trackback ken ik niet. Trackback, dat zijn van die... Oh ja, wat je in een blog ook hebt. Ja. Dat je ziet dat... Dat iemand naar jou linkt. Ja, precies, ja. Ja, inderdaad, iets dergelijks. En dat het beklonken is in het web zelf. Dus dat het deel is van het web. En ik denk dat het kan. En ik denk vooral dat het ons ook een veel breder en opener beeld geeft van hoe het web gedeeld wordt. Want op dit moment zijn we heel erg afhankelijk van Google. Om te zien wat tof is, wat relevant is voor ons. Ja. En eigenlijk, Google die doet dat heel erg slecht. Google heeft niet, zeg maar, onze belangen, namelijk wat vind ik interessant, ik wil iets nieuws leren en dat soort dingen, hebben zij niet... Maar eigenlijk, wat jij zegt, dat is dus iets van... Of jij vindt dus dat wat zoekmachines doen en spiders doen, want spiders doen dit. Die leggen verbanden, ja. Die zoeken verbanden. Jij vindt dat dat niet
door spiders moet gebeuren, maar dat dat... Het moet inherent deel zijn van het protocol. Maar volgens mij is dat gewoon het web. Dus het feit dat dingen aan elkaar gelinkt zijn, ja, daar kan iedereen mee doen wat hij wil. Namelijk gewoon linkjes volgen, uh-huh, of verbanden leggen. Kan allemaal, of nog veel meer waarschijnlijk. Ja. Dus... Maar toch is er op een gegeven moment, wij vertrouwen nu op de waarde van pagina's en het vinden van pagina's. We vertrouwen heel erg op diensten die zeg maar, zichzelf zien als gateway naar het web. Ja. We navigeren niet meer door allerlei pagina's en komen via een soort van serendipiteit op hele toffe websites, et cetera. Misschien voor een deel, maar voor een heel groot deel vertrouwen we daarop. De Facebooks en de Googles, et cetera. En dat maakt eigenlijk, wat mij betreft, een beetje stuk. Dat is denk ik een... Dus die curatie. Dat is een hele interessante discussie. Dat je zegt van, dat er ontstaan dus... Er ontstaan rondom jouw gedrag, rondom jouw interesses, ontstaan er niches. Dus het wordt eigenlijk steeds beperkter wat je tegenkomt. Precies, ja. En dat is iets wat mensen zelf al doen, hè, wat ze altijd eigenlijk al deden, door bijvoorbeeld een beroep te kiezen. Beperk je jezelf al in wat je meemaakt. Ja. Maar op het web gebeurt dat ook en daar wordt het actief gedaan dus door bedrijven als Google en Facebook, die ervoor zorgen dat je alleen maar bepaalde informatie te zien krijgt. Ja, je wordt zeg maar in is, het, binnen is, een soort van hechje word je geleid. Er is een tegenreactie daartegen. Ik bedoel, die is er al aan de gang. Maar of daar een protocol voor nodig is. Wat ik leuk vind is dat daar bedrijven zijn die zeggen van, nou, weet je wat, wij gaan ook een zoekmachine starten, maar dan eentje die niet voor jou bepaalt wat interessant is, maar die dat gewoon wel meer random doet. Ja, die dat op basis van statistieken doet, zoals Google dat vroeger deed. Ja. Hey, want dat vind ik het frappant. Oh, nou, frappant. Ik begrijp het heel goed. Google was er voorheen was er heel erg goed in. Ja. Ze hebben echt enorme waarde geboden van, nou, pak een beetje 2000, wanneer waren ze opgericht? Ergens in 97 of zo? Later volgens mij nog. Tot ergens 2000. Veel later. Ja, nou goed. Tot ergens in 2008, 2006, daar in die regionen, daar is het een beetje misgegaan. Daar heeft, zeg maar, een businessmodel heeft te sterk overgenomen van onze belangen. En ik noem dat heel erg breed, want mijn moeder bijvoorbeeld, die weet niet dat ze weggehouden wordt, en ja, ik kan het niet anders beschrijven, weggehouden wordt van een heleboel dingen die reet interessant zijn. Ja. En ik denk dat die... verantwoordelijkheid voor wat en wel en niet belangrijk is. Die verantwoordelijkheid moet bij ons liggen, bij de mensen. Ja, ja. En er moet een mechaniek zijn wat open en transparant is en niet eigenlijk gelimiteerd wordt door bedrijfsbelangen en dat soort zaken. Ik ben het helemaal met je eens. En je krijgt dus er zijn van die tegenbewegingen zoals DuckDuckGo en er zijn andere zoekmachines. Ja. Die zeggen van nee, wij filteren niet of wij targeten niet, wij volgen helemaal niet wat jij doet. Je krijgt gewoon, als je op een woord zoekt, krijg jij de 10 beste resultaten. Ja. En iedereen krijgt dezelfde resultaten. Ja. En je hebt ook inderdaad reacties van op het feit dat er tegenwoordig zoveel wordt afgeluisterd. Daar krijg je ook weer reacties op van nou, misschien moeten wij het web weer hebben, moet dat weer van ons zijn. Ja. Hè, moeten we... Is natuurlijk even vraag of het zeg maar op een zeker moment van ons al was. Ja, het web is in principe van ons. Het is verzonnen voor ons. Ja. Dat is ook de principes van het web, zoals Tim Berners-Lee het heeft verzonnen, zijn juist geen patenten, open voor iedereen, bruikbaar voor iedereen, toegankelijk voor iedereen. Ongeacht het apparaat of wat dan ook wat je hebt. Dus je hebt, daar zijn echt allemaal, en die principes die zijn nu een beetje kapot gemaakt door bedrijven, nou, ze zijn door niet rechthebbenden. Ja, ik denk niet dat ze per se kapot zijn gemaakt. Ik denk dat ze vooral, misschien inderdaad kapot gemaakt. Ja, wel. Ja. Nou ja, er komen allemaal bedrijven op het web die geen boodschap hebben aan
Aan de principes. Ja. Ja, die wel zien van, nou, ja, dit is handig, maar die principes, daar kunnen we niet zoveel mee. Die zijn ook tegenstrijdig natuurlijk. Hè? Het web is van het delen, alles open en iedereen moet er van alles mee kunnen. Mm-hmm. Terwijl heel veel rechthebbenden juist zeggen, nee, het is van mij. Je mag er niks mee. Ja. Dus het is tegenstrijdig. Ja, denk je, ja, ik vraag me af of de rechthebbenden dan daar inderdaad, of die de grootste rem zijn. Ik denk vooral, ja, de mensen die wel geld verdienen op het internet, dat die de grootste kracht zijn op het limiteren van, om het sturen van ons naar de punten waar daadwerkelijk geld wordt verdiend. En voor Facebook en Google is het vrij helder. Dat zijn advertenties en dat is de website van Google en Facebook zelf. Ja. En de websites waar de advertenties of op een of andere manier koppelingen zijn met Facebook of wat ook. En op de plekken waar dat niet gebeurt, ja, die zijn eigenlijk heel erg oninteressant voor Google. En zijn niet alleen oninteressant om voor te schotelen aan consumenten, maar ook gewoon oninteressant om sowieso te bezoeken. Ja, dus, ja, maar goed, maar dat is ook het gevaar van als je dus van monopolies. En dat is, ja, wat we nu hebben. We hebben een aantal monopolisten, ja, die inderdaad zoveel gebruikt worden dat ze alles kunnen bepalen. En dat is slecht. Ja. Dus eigenlijk is dan de vraag, wat zouden we er dan aan kunnen doen om dat beter te maken? Om ervoor, ja, te zorgen dat bedrijven nog steeds geld kunnen verdienen? Want dat is helemaal geen slecht ding. Alleen, nee, merken we gewoon dat ze onbewust evil worden, hè, waar we het eerder een keertje over hebben gehad. Dat ze gewoon, dat hun belangen zo overstijgend zijn dat ze, ja, gewoon afdwalen van het pad, zeg maar. Ja. En eigenlijk moeten we er nu voor zorgen dat er via een mooi systeem ook geld verdiend kan worden met dat mensen ook kunnen vinden wat ze nodig hebben. Ja. Of willen vinden, of juist niet willen vinden. Maar goed. Ja. Nou ja, dat is dus één manier om dat te doen, als je dat belangrijk vindt, is alternatieve producten gebruiken. Ja. Dus koop niet iets van Google, maar koop iets van Firefox OS, ja, bijvoorbeeld. Als telefoon. Ja, precies, ja. Ik vroeg mij trouwens af, want jij gebruikt helemaal geen Google, hè? Nee. Oké. Okay. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik gebruik Google als ik iets niet kan vinden via DuckDuckGo. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat herken ik. Dus het is een fallback zoekmachine. Ja. Nee, want ik betaal dus voor e-mail. Ik heb een domeingang aan in het product van Google. Maar ik merk dat het product ook gewoon echt slechter wordt. Ik begrijp dat niet. Dat is echt heel raar. Nou ja, de reden waarom. Kijk, datzelfde verwijt krijgt Apple, hè? Ja. Dat Apple slechter aan het worden is. Het is een monopolie. Adobe, hetzelfde. Adobe heeft geen reden om goed te worden. Nee. Want er is niks anders. Er is geen reden om bugs te fixen, want er is geen alternatief. Ja. Mensen gaan niet weg omdat het product slecht is. Nee. Maar gooien ze hun petten naar? Is dat het idee? Want ik merk dat ze het actief slechter maken. Het was een goed product. Gmail werkt als een tierenlier. Ja. Het kan ze niks meer schelen. Nee. Nou, raar. Ja. Maar dat is een hele rare eigenschap van monopolies. Die worden slechter zodra ze alles in handen hebben. Ja, precies, ja. Amazon is misschien een uitzondering. Maar ja, goed, Amazon, ja, levert ook niet echt de beste dingen meer. Ja. Nee. Nee, echt niet? Amazon niet? Nou ja, die leveren wel goede diensten aan de klanten. Maar die zijn dan weer heel erg evil aan de makers. Aan de verkoopkant. Ja. Nou ja, omdat ze veel invloed hebben op prijzen en dat soort zaken. Ja. Ja. Ja, dat zou inderdaad wel eens goed kunnen. En mensen kunnen, makers kunnen de boot niet missen. Zo'n grote platform, ja, kunnen ze niet missen. Maar het is ook de reden waarom heel veel monopolisten boem weg zijn. Ja. Oude monopolies, die zijn gewoon boem ineens vervangen door iets wat veel beter was. Ja, of iets wat gewoon doordat ze niet wat hebben goed opgelet genoeg was eigenlijk. Hè? Dus, ja, dus een alternatief wat inderdaad. Microsoft had een absoluut monopolie op het web met zijn Internet Explorer 6. En wat deden ze toen? Ze stopten met ontwikkelen. Ze hebben toen niks meer gedaan. Ja. Ja, en dat werkte een hele tijd. Ja, maar dat heeft dus. En toen kwam Firefox. En eigenlijk was het niet zozeer Firefox, het was Google.
die ineens met Google Chrome kwam, ja, die hebben de boel echt op zijn kop gezet. Die zeiden van het web is belangrijk en dus dat moet beter. Ja, en Firefox of eigenlijk de voorlopers daarvan, die konden net hun hoofd boven water houden. Ja. Eigenlijk. Ja. Hey, ik heb nog een vraag. Dit is een beetje technisch hoor. Maar kan het zijn dat... En dit gaat heel erg over het HTTP-protocol. Ja. Kan het zijn dat referrers gewoon niet meer gebruikt worden? He, dus wat je meestal doet als je een request doet aan een website. He, denk bijvoorbeeld, ik ga naar jouw website met mijn browser en daarvoor zat ik op mijn eigen website. Ja. Jij krijgt dan een signaaltje ergens in de header, staat er zo van, hallo, wil je deze pagina aan Peet leveren? En ik kom van, hier vandaan. En ik kom hier vandaan. Ja. En dat is dus zeg maar de referrer waar je vandaan komt. Ja. Maar ik merk dat... ik hoorde pas geleden van een van onze analytics jongens... dat die gegevens niet meer doorgegeven worden door browsers. Oh. En dat zorgt er dus voor dat je dus ook eigenlijk niet meer kan zeggen... dat is niet helemaal waar. Die gegevens worden nog wel doorgegeven. Oké. Okay. Je kan dat wellicht uitzetten. Het zou kunnen dat sommige browsers dat standaard uitzetten tegenwoordig. Ja. Maar wie dat uit heeft gezet, dat is Google. Wie is Google? Ik dacht, ik wilde eigenlijk weg van dat onderwerp, maar dat doen zij? Zoekmachines. Dus DuckDuckGo heeft dat uitgezet, dus daar krijg je geen referentie. Je zal dus nooit zien, dus DuckDuckGo komt niet in jouw zoekresultaten of in je analytics voor. Oké. Wat hele, dus, helemaal niet? Nee, het wordt dus... Dat wordt actief eruit gehaald. Ja, precies. Maar waarom maken ze het protocol stuk? Want dat is toch niet voor niets erin gestopt? Privacy. Dus ze doen het voor ons? Ja. En dat doet Google ook. Google doet het precies hetzelfde. Laat ook niet meer zien dat je wij vandaan komt. Okay. Dat je vanaf Google komt. Dus maar... ook dus de zoekmachines die beginnen niet meer... Het lijkt alsof mensen geen zoekmachines meer gebruiken. Nee, precies, ja. Ja. Maar voor banners neem ik aan dat ze het wel doen, want anders kunnen ze niet meten. Ze hebben heel veel andere manieren om te tracken. Ja. Dus... Oftewel, het tracken wordt ook gemonopolied. Nou, er zijn heel veel bedrijven die dat doen. Maar dat gebeurt op zoveel verschillende manieren. Ja. Dus zelfs als je alles uitzet, hè, je zegt van ik wil geen cookies, ik blokkeer alle scripts. Mm-hmm. Zelfs dan zijn er nog manieren... om, maar dus niet meer via het klassieke protocol, zoals het zeg maar tussen aanhalingstekens hoort. Niet meer in de header, de referer, nee. Nou, dat is wel heel erg jammer. Nou ja, maar ja, volgens mij wordt dat gewoon nog wel meegegeven hoor. Ik wist dat niet dat dat overal uitstond. Ik wist wel dat Google dat heeft uitgezet. Ja, nou hoort het, ik gebruik geen Google of wat voor statistiek programma wat op een externe website draait. Maar wel, ik heb... Nee, ik zie wel referers. Want het komt alleen steeds minder voor. Ja, inderdaad, ja. Ja, maar wordt... dus wel steeds minder. Nee, ik zie ze wel in mijn statistieken staan. Ja, ik zag wel dat het steeds minder was. En met name, dan is het wel heel erg lastig om te weten... Nou, stel dat je een website hebt en je bent nieuwsgierig... waarom mensen naar je website komen. Ja, maar ook het verschil is ook... Kijk, vroeger kwam 100% van je bezoeker... kwam via een linkje op een website. Of bijna 100%. Ja, precies, ja. Tegenwoordig komt waarschijnlijk, als je het een beetje goed doet, komt 90% via Twitter. Of via Facebook. Ja, ja. En dus via een app. Vaak. Ja. Dus niet via het web. Dus dat maakt en het dan niet zit uit. Er sowieso al geen referer. Want nee. Dus dat is op zich wel... Ja, inderdaad. Ja. Het is gewoon heel erg veranderd. Het is minder relevant geworden ook. Ja, nou ja, wordt het voor de kleine man... Lijkt me toch wel interessant af en toe. Het zeker als je een winkeltje hebt of wat wel. Ja hoor. Anyway, jij bent naar het buitenland geweest, hè? Poeh, dat is alweer een tijdje terug. Ja. Was leuk. Was heel erg leuk, ja. Was superleuk. Ik heb er zelfs video's van gezien. Ik was uitgenodigd om in Oslo een verhaal te houden. Ja. En dat was natuurlijk super tof. Want Oslo, daar zou ik niet zomaar heen gaan. Dat is namelijk naar het noorden. Ja. En ik ben iemand die naar het zuiden gaat. Noordelijker dan Schiermonnikoog was ik nog nooit geweest. Nee, echt waar? Ja. Oh, wauw. En nu dus Oslo. Ja, oké. Okay.
erg leuk. Leuke stad, leuke mensen. Leuke stad, leuk, leuk congres. Ja. En erg leuk natuurlijk om daar uitgenodigd te worden. En ik heb daar een verhaal gehouden over... Eigenlijk was het gewoon het verhaal wat ik altijd vertel over wat ik, hoe ik vind dat webdesign zou moeten werken. Dat je vanuit de content moet denken en dat, dat er heel veel verschillende apparaten zijn en dat het overal verschillend eruit kan zien, dat soort dingen. Ja. Maar dat ik nu verpakt in een verhaal waarin ik keek naar wat andere disciplines doen. Ja, of we daar wat van kunnen leren. Bijvoorbeeld van de muziekindustrie. Sommige producers die luisteren niet alleen de muziek of die tijdens het opnemen hebben ze natuurlijk een hele dikke, vette stereo-installatie waar ze die muziek op luisteren. Met enorme speakers. Yeah. Maar ze kunnen ook die muziek eventjes via een heel klein mono-speakertje vlak bij hun hoofd draaien. En dan krijg je dus dat het werkt op zowel crappy hardware als op hele goede hardware. En dat doet dus de muziekindustrie al jaren. Ja. En wij moeten dat ook gaan doen met onze websites. Oh, ja. Want websites moeten ook werken op hele crappy dingen. Dus dat was eigenlijk een beetje het verhaal. Nou, je moet het maar kijken op. Er zijn video's. Ja, we linken het niet in de links hier beneden, maar gewoon op de website. Ja, er zijn... ik vond het een heel erg leuk verhaal. Wat mij vooral opviel was dat je zei dat responsive eigenlijk ook een beetje achterhaald was. He, dus over, of niet achterhaald was, maar dat je daar echt een bewuste keuze voor moet maken van... Wil je voor elk device zeg maar speciale features gaan aanzetten? Of wil je gewoon een interface maken die zo bruikbaar is... dat het eigenlijk op elk device gewoon goed werkt? Ja, dat is niet, het is niet helemaal van dat het achterhaald is. Kijk, het is meer... Wat we dachten van responsive design is van... Oh, bij verschillende schermgroottes laat je het er anders uitzien. Ja, precies, ja. Dus het was meer dus van... Dingen herschikken dat, en minuutjes... Het was meer van dat je dat doet. En... de vraag is natuurlijk, is dat wel nodig? Kan je niet gewoon als het breder wordt... Dat was Jeffrey Zeltman die zei dat in een presentatie die hij in Oslo hield. Mm-hmm. Dat hij op een gegeven moment had die zijn website geredesigned. En als je het scherm groter maakte, dan bleef het één kolom. Dus er gebeurde niks. Oh, okay. En toen kreeg hij als reactie... je site is niet responsive. Terwijl, hij is hartstikke responsive. Hij hoeft alleen niks te doen. Nee, precies. Het is niet nodig om iets te doen als het kan. Ja. Dus dat is een beetje de... Ja, ze hadden responsive hadden ze met leesbaar moeten vervangen. En als het nog steeds leesbaar was, dan was er niks aan de hand. Precies. Ja. Ja. Dus dat is een... het begint ook... De term responsive wordt steeds minder gebruikt. Het wordt nu gewoon gezegd, dit is webdesign. Ja. Dus als je iets maakt voor het web, dan is het in principe al responsive. Het moet zich aanpassen aan extreme gevallen. Ja. Het moet werken op een klein scherm en op een groot scherm. Maar wat je precies doet, het is niet meer zo dat je ook dingen moet veranderen. En wat we ook deden, was dat andere voorbeeld wat ik liet zien, van dat we gingen optimaliseren voor touch. Ja. We zeiden, voor als het een touch device is, krijg je grotere knoppen. Mm-hmm. Het probleem daarvan was dat je ineens twee verschillende layouts, twee verschillende verschijningsvormen moest gaan onderhouden. Ja, ja. Ja, voor touch en voor niet-touch. En wanneer is iets touch? Dat werd helemaal het probleem natuurlijk. Ja, maar tegenwoordig heb je van die Microsoft Surfaces en dat is gewoon een volwassen scherm eigenlijk. Ja, dat is maar touch dan kan je en muis en een trackpad heb je vaak ook. Ja, precies. Dus dat is best wel lastig om daar nu... Dat kan je eigenlijk niet meer doen. En bovendien dus, omdat je twee verschillende layouts moet onderhouden... maak je het jezelf ook heel erg moeilijk. Mm. En dat is misschien niet zo'n goed idee. Dus in plaats daarvan kan je ook zeggen... we maken knoppen altijd groot. Dus een nieuw uiterlijk van het web is niet meer priegelfontjes... maar lekker groot en lekker ruim, zodat het met alles werkt. Ja. Nogmaals, ik vond het een heel interessante... Want het maakt het al, denk ik, ook makkelijker. Ja. En je kan je misschien ook om je vak, ja, als je webdesigner precies bent, dat je vak dan ook meer focus krijgt. Het wordt makkelijker en in de zin van, je moet gewoon zoeken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen benadrukken. Ja. Je moet zorgen dat het werkt. Dus ook met interactie, daar heb je eigenlijk allemaal verschillende soorten manieren om een website te bedienen of om een computer te bedienen. Mm-hmm. Maar de...
even een goede route ja. kiezen. maar ze hebben allemaal één overeenkomst en dat is activate. Ja, precies, ja. Ja. Dus het, dat er iets gebeurt als jij interacteert. Ja, dus je kan algemene klikken, kan het geloof ik niet. Tappen. Praten. Of zeggen van, oké, computer. En dan, weet je wel, dat is allemaal activate. Ja, of knipperen met je ogen. Dat werkt. Ja, knipperen, ja. Blazen in een rietje voor hele voor mensen die volledig verlamd zijn. Ja. Nou, niet helemaal dan. Nee, dat is wel... Wat ik trouwens... Want ik las dat... En ik weet dat jij voorstander bent van... Hè, dat je alles... dat als je voor web designt... Dat je dan ook echt voor het web designt. Ja. Dus iets wat... Ik had er vanochtend nog... Zat ik daarover na te denken. Oh, oké. Okay. Toen ik werd midden in de nacht wakker... En toen las ik wat tweets... En toen had iemand geschreven dat... Dat Icon Fonts, dat is een bepaalde techniek om icoontjes te tonen. Ja, die stop je dan in een fontbestand, in een lettertypebestand. Okay. En dan gebruik je eigenlijk letters om een icoontje te tonen. Ja. Dat is een mooie hack. Maar dat werkt dus op heel veel apparaten niet, omdat die geen webfonts ondersteunen. Die kunnen dat niet laten zien. En goed, dat had ik getwitterd en daar kreeg ik wat reacties op. En toen dacht ik, ik leg dit even wat meer uit. Van, het betekent niet dat je die techniek dus niet moet gebruiken. Het betekent dat je ervoor moet zorgen dat iedereen nog steeds moet begrijpen wat daar achter dat icoontje zit. Dus als het icoontje niet zichtbaar is, dan moet je het misschien als tekst weergeven. Weet je wel, dat iedereen het gewoon kan begrijpen. Ja. En... en toen... zei ik ook daarna van, maar dat betekent niet dat het perfect hoeft te zijn, want perfectie bestaat niet op het web. Er bestaat niet zoiets als een perfect vormgegeven iets, want het zal er overal anders uitzien. Ja, dat betekent dat je overal controle over moet hebben. Ja, en dat heb je dus niet op het web. En dat was, toen dacht ik na, bestaat perfectie wel echt niet. En op het web, hè? En eigenlijk filosofisch gezien bestaat perfectie natuurlijk niet. Iets is alleen maar een fractie van een seconde perfect, totdat je het tegenargument hebt verzonnen. Ja. Dan is het dan niet meer perfect. Maar dat is... Nee, het is ook perceptie voor een heel groot deel natuurlijk. Maar ik denk een perfecte website, dat is een website waarbij alle content voor iedereen toegankelijk is. Mm-hmm. En dus eigenlijk een HTML-pagina zonder styling, puur gestructureerde goede content, is natuurlijk voor 100% van je bezoekers toegankelijk. Ja. Iedereen kan dat zien of horen of iedereen kan er wat mee. Ja. Dus het is niet visueel perfect, want het ziet er niet uit. Maar het is te consumeren. Het is perfect toegankelijk. En de truc is dan, als je die content gaat vormgeven, want dat is wat je doet op het web. Hè, je ontwerpt geen websites, je geeft content vorm. Ja. Als je dat doet, dan is de truc natuurlijk om dat cijfer van 100% toegankelijk, om dat niet kleiner te maken. Ervoor te zorgen dat 100% blijft. En als je dat voor elkaar hebt en je hebt een hele fancy website gemaakt met allemaal vette trucken erop en eromheen, en het is nog steeds 100% toegankelijk, dan heb je een website gemaakt. Juist. Een perfecte website. Ja. Oh, is het nou heel druk? Nee, toch? Ja. Niet bij de wasstraat specifiek. Nee, er gaan een heleboel mensen verhuizen, zo lijkt het. Ja. Van spulletjes opslaan. We zijn ook een leuk gedachte-experiment. Ja, zeker, ja. Ja. De vraag is natuurlijk of een heleboel designers die hun design belangrijk vinden, of die het er ook mee eens zijn. Dus die zien, natuurlijk het content gaat, als een aspect van het grote geheel. Als ze het er niet mee eens zijn, vind ik dat ze het niet begrijpen. Dan wordt het web nog niet begrepen. Ja. Dus het concept dat dat het niet stuk moet zijn en dat het inderdaad moet doen wat het waarvoor het bedoeld is, ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. En als dat bijvoorbeeld de indrukwekkend is, de mensen heel enthousiast maken over een product,
dan is dat de missie. Ja. Ik blijf even binnen zitten, want de camera zit gewoon ook binnen. Oh, we krijgen een andere baan. Hebben we eens naar de buitenbaan gehad? Tuurlijk. Oh. Tuurlijk. We zijn niet zo vaak geweest. Ja, dat moet haast wel. Maar goed, dat is eigenlijk ook mijn idee van het... maar het betekent... Kijk, aan de ene kant denk ik dat dit soort dingen betekenen dat het web een beetje saaier wordt dan we gewend zijn. Het wordt geen... Weet je, we maakten tot een paar jaar geleden maakten we fancy flash sites waarbij ja. van alles gebeurde. Met rijke ervaringen. Ja. Dat is niet... Dat gaan we nu minder doen. Omdat we... Het is complexer geworden. Ja. Dus gaan we dingen simpeler houden om het maar te kunnen blijven doen. Dat is een beetje... Okay. Tenminste, dat is een van de tegenreacties. Ja, dat zou dan een gevolg zijn. Ja. Ja. Hoi. De basis was... De basis binnen. Ja, graag. Dank je. En als je dus naar de wasstraat kijkt en je ziet deze uitkomen, dan als het goed is, beginnen we weer een beetje in het juiste tempo te lopen. Dus... Morgentje erbij. Nee, dank je. Oké, fijn. Want eergisteren? Eergisteren is de wasstraat 31 uitgekomen. Dus nu komt hopelijk dan vrij snel weer 32. De wasstraatdame die kijkt echt naar je auto. Is dat wat, is dit nog wat nodig? Gaat dit nog iets uitmaken? Nee. Ja, nee, inderdaad. Het zat wel vogelenpoep aan die kant. Ik weet niet, heb je Vlaamse gaaien of zo bij jou in de buurt zitten? Duiven, Vlaamse gaaien. Echte Vlaamse gaaien? Ja. Oh, wauw. Zal maar... Ja, die zitten in de tuin, ja. Dus. Maar, ja, wordt het... feedback. Ja, feedback. Nou, iemand die werd misselijk. Ja, dat vind ik grappig. Wordt inderdaad eigenlijk bijzonder weinig. Ik heb geen enkele feedback gekregen. Nee. Ik vond het zelf wel grappig om van achter te kijken. Ja, ik vond vooral het ook. Ik vond die slow motion vond ik te gek. Ja. Te gaaf. Het zag er ineens spannend uit, man. Ja, totaal echt, space. Zo, wow, het stuur omdraaien. Echt... Misschien gaan we gewoon in snelheden variëren. Ja, nou, ik vond... Het wordt wel een beetje outlandish ervan. En vooral het synchroniseren van... Van de stemmen, hè? Dat dan heeft helemaal geen zin meer. Ik vond het er wel grappig uit. Ja. Ja. Maar ik kwam er dus achter dat ik... En we deden het eigenlijk met één camera, omdat we... Dat ik er dan minder werk aan zou hebben. Maar ik ben er gewoon op teruggekomen. Want de vorige keer had ik gewoon echt de neiging om de fragmenten te delen met mensen. Ja, ja. Om te zeggen van, oh ja, nee, hier moet je even kijken. En, dat, en ik denk dat ik dat beter wil maken. Eigenlijk moeten we ons daarop concentreren van... Zeg maar, dat je wat, makkelijk kan linken naar een fragmentje. Ja. Ja. He, dus eigenlijk waar ik het helemaal aan het begin van had. Je wil audio en video beter maken. Ja. Voornamelijk ook omdat het kan. Ik heb dus pas geleden, vorig weekend of zo, zag ik een voorbeeld van een audioplayer. Die is gemaakt voor de No Agenda Show. Dat heet de noagendaplayer.com. Als je er naartoe gaat, dat is heel fijn. En dan klik je dus op een onderwerp. En dan spring je gelijk naar de player en dan start hij gelijk op het juiste moment in de audio. Ja. En dat vond ik wel heel erg grappig. En dat werkt gewoon met URL's. Dus die URL van het fragment, die kan je dus ook knippen en plakken. En dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje met het beter maken van het internet, hoor. Dat bijvoorbeeld dat documenten geschikt zijn voor het lezen, maar ook voor het delen. Ja. En daar ga ik het straks nog over. Oké. Ik heb nog eentje klaarstaan voor je. Ja, begin maar. Oké. ID's. We hebben dus in documenten, en dat ziet niemand die op het internet kijkt, maar in de meeste documenten op het internet... zie je in de code
ID is en dan een nummer of een code of iets dergelijks. En die code die kan voor van allerlei dingen gebruikt worden. Voor bijvoorbeeld om je CSS een haakje te geven. Dat je weet zo van oké, dit object moet deze kleur krijgen of wat ook. Maar het is ook een heel erg handige punt om naar te verwijzen. En dat zie je soms in de URL. Dan zie je facilis.nl/hekje derde paragraaf. Ik noem maar wat. Ja. En dat wordt te weinig gebruikt door de schrijvers. Zeker in artikelen. Nou, dat zou... Eigenlijk zouden die ID's... Je kunt linken naar een sectie in een artikel. Ja. Dat zou eigenlijk gewoon standaard moeten zijn. Ja, en naar quotes en naar weet ik veel wat. Ik gebruik het zelf wel. Niet altijd. Bij langere artikelen gebruik ik het. Ja. Ik gebruik het de Wasstraat laatst... heeft het. Wasstraat heeft het. Ik gebruik het laatst bij een blogpost... over de ideeën voor de Onderwijscommissie voor Frontiers heb ik het gebruikt. Oké. Maar eigenlijk zou dat gewoon... zouden CMS'en dat automatisch moeten doen. Hey, dit is een heading 2. Ik stop er even een ID'tje op. Ja. Zodat mensen ernaar kunnen linken. Het liefst een beetje nuttig, hè? Zoals je URL's ook genereert. Dat zou mooi zijn. Dat is een leuk naampje hebben, maar een code is genoeg. Maar je kan dat... Een ID kan je natuurlijk uit de heading halen. Dus de heading zelf, de tekst die erin staat. Ja, absoluut, ja. Ja. Ja, het kan wel eens kapot gaan omdat er rare tekens in staan of wat ook maar. Waar het URL's dan weer niet tegen kunnen. Ja, goed. Daar maar heb je ook weer computers voor. Ja, dat kunnen ze met computers regelen. Maar goed, ik ben het met je eens. Dat zou meer gebruikt moeten worden. Er zijn... Kom jongens, we gaan het internet repareren. Er zijn... hoe heet dat? Plugins voor WordPress, voor browsers. Oh, wow, browsers. Ja, waarbij je dus naar fragmenten kunt linken. Ja. En dan waar die CSS voor gebruikt. Dus dan kijkt hij van de zoveelste heading binnen de zoveelste. Dan gaat hij eigenlijk de hele boomstructuur van het HTML-document gaat hij doorlopen. Ja. Fragment identifiers worden die wel genoemd. En daarmee kan je dus een link maken waarbij. Waarbij het werkt als je die plugin ook geïnstalleerd. Ja, ja. Dus dan zeg je, geef mij de derde paragraaf de eerste header of zo. Ja. En dat werkt. Dat is best grappig. Ja. Alleen heeft Expand niemand... heette dat toch vroeger? Ja. Maar alleen heeft niemand die plugin geïnstalleerd. Nee, precies ja. Dus het werkt niet. Werkt niet. Helaas. Jammer joh. Ja. Nee, en dat bedoelde ik dus ook met dat... dat het eigenlijk verwerkt moet worden in de protocollen van het internet. Dan wordt het internet beter, weer een klein beetje. Ja. Een ander ding waarvan ik denk dat het internet of websites leuker kunnen worden. Aha. Dat is het feit dat computers goed zijn in het genereren van random nummers. Oh, en hoe is dat handig? Gebruiken we nooit. Het is niet zozeer handig, het is leuk. Oh, oké. Okay. Dus je kan bijvoorbeeld de achtergrondkleur elke keer laten veranderen. Ja. Je kan er heel ver in gaan. Je kan het ook subtiel doen. Er was van de week een prachtig essay verschenen van Frank Shimiro over schermen. Of wat het betekent om te ontwerpen voor schermen. Uh-huh. En wat schermen nou zijn. En eigenlijk, nou ja, hij kwam op flux uit, op beweging. Dat een van de dingen is die we beter moeten doen. En wat hij had gedaan, heel subtiel, verandert de achtergrondkleur. Oh, oké. Okay. Maar heel langzaam. Dus je hebt het niet in de gaten. Je denkt van, gebeurt dit nou? Was het niet net een andere kleur? Je krijgt het langzaam koud. Het is echt... Je ogen worden schaar. En dat soort dingen worden natuurlijk gebruikt. Er zijn websites die er 's nachts anders uitzien dan overdag. Oh, oké. Okay. Zodat ze beter leesbaar zijn. Bijvoorbeeld. Maar je hebt tegenwoordig ook sensors. Hè. Je kan zeggen van, hey, is het donker? Dan krijg je... Dus het is niet zozeer random, het kan ook een beetje gestructureerd random zijn. Ja, precies, ja. Zo van, nu doen we herfstkleuren, want het is herfst buiten. Ja. Het is een, ik denk dat, daar kunnen toch zulke leuke dingen mee. Ja, het gebeurt ook al wel met heel veel grote hoeveelheden data, dat we zeggen van, oké, de meeste mensen hebben hierop geklikt. Ja. Dus dan wordt dit groter, wordt dit belangrijker. Ja.
Ja, en dan ga je de aard van je website wordt anders, puur omdat het op een bepaalde manier bekeken wordt. Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, ik ga daar mijn vormgeving ga ik daar aan veranderen. In de zin, en dan puur, de meeste mensen klikken hier en dat laat ik gewoon zien. Of de mensen klikken op dit moment hier en daar genereer ik een achtergrondplaatje uit. Ah ja. Bij zo poef. En dat is wel heel... Er kunnen allemaal leuke dingen tegenwoordig. Dus het betekent niet, wat ik zeg wel van het web wordt simpeler, omdat het complexer wordt. Maar ik denk dat we ook wel kunnen zeggen, we kunnen veel toffere dingen. Dus het hoeft niet simpeler te worden. Nee, precies. Op andere manieren kan het ook tof gemaakt worden. Ja. Ja, en dat is wat waar ook heel veel ontwikkeling naartoe gaat. Hè? Dus dat het meer ook een app-achtige functionaliteiten gaat krijgen, websites. Moet je uitleggen, wat is het verschil tussen een app en een website? Ja, meestal doe ik het door te zeggen van ja, je komt om iets te doen wat niet lezen is. Ja, zoals het invullen van een reactieformulier onder een blogpost. Ja, inderdaad. Het is een nevenactiviteit van die les. Kom op. Nou ja, nee, maar ik vind een website. Kijk, wordt het bijvoorbeeld... Op een website kan je iets doen, formulier invullen, of je kan iets passief doen, lezen. Ik geloof niet in het verschil tussen app en website. Nee, maar er zijn wel dingen die specifiek gemaakt worden om, nou ja, laat ik het dan maar interactie noemen, beter te laten verlopen. Dat bijvoorbeeld alle browsers op dezelfde manier formulieren maken of zo. Dat ze op een uniforme manier reageren, zodat je er makkelijker een functionaliteit kan maken. Ja. Nou ja, goed, je zou kunnen zeggen... Een beetje doodsmoor dit. Een website is passief en een web-app. Ja, inderdaad. Maar ik denk... Het is namelijk... Ik denk dat je gelijk hebt dat het eigenlijk... Ja. Want die twee dingen die lopen ook in elkaar over. Kijk, wat ik een app vind, dat is een onderdeeltje van een website. Dus dat is dat je heel erg concentreert op één ding. Ja. En dat je dat dus... super optimaliseert. Dat is een app. Maar dat is een event eigenlijk. Dat is een moment in tijd. Dat doe je toch ook met een belangrijke webpagina. Een belangrijke functionaliteit van je site. Een belangrijk formulier. Ja. Dat optimaliseer je. Zorg dat het zo goed mogelijk werkt. Dus true. Wat dat betreft is dat verschil er ook niet echt erg. Nee. Het is, hier moeten we nog wat langer over nadenken. Nou ja. Er is op het web is hier veel discussie over. Want het... En dan meer vanuit een technisch oogpunt, want er wordt vaak gezegd, ja, een website moet toegankelijk zijn door sommige mensen, maar een webapp hoeft dat niet. Oh. En dat is eigenlijk is dat luiheid. Want een webapp die is te complex om toegankelijk te maken. Dat is dat voor onzin. Dat is ook onzin. Een webapp is gewoon formulieren en linkjes, net zoals een website. Ja, dan geldt... daar geldt precies hetzelfde geldt voor. Dan geldt de Steve Jobs regel nummer 4, you're holding it wrong. Ja. Dan moet je het beter maken. Ja, het is... Ik hoorde trouwens pas geleden... Sorry, wordt het iets frappants? Dat gaat over reclamebureaus. En een van de mensen die bij zo'n reclamebureau werkt... die zegt van... ik ga stoppen met ons bedrijf digitaal reclamebureau te noemen. Ja. Wij moeten gewoon onszelf reclamebureau gaan noemen, punt. Want we zijn goed in het maken van reclame. Ja. En eigenlijk het medium waar we daarvoor kiezen, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Ja. We moeten gewoon daar in goed zijn. Okay. Dus ik voelde me toen gelijk af toen ik dat lastig daarvan. Ja. Wauw, goed punt. Maar ook... Ja, daar wou ik het nog met je over hebben. Ja. Maar ook, zeg maar, wat nou als webdevelopers dat doen? Wat voor developers moeten webdevelopers dan zijn? Eigenlijk. Ja, het is inderdaad een... Je twitterde iets van... Als je je specialiseert, beperk je in je creativiteit. Zoiets was het toch? Dat was een van de punten die gemaakt werd inderdaad. Ja. Tom de Bruyne overigens. Okay. Eventjes, dus als je dus specialist wordt
Of als je alleen maar focust op één ding, dan beperk je je creativiteit. Wat op zich kan kloppen, ja, als het gaat over jouw creativiteit. Mm-hmm. Maar het betekent, als je niet specialiseert in dingen, dan betekent het ook niet dat je alles eruit haalt. Dus je geeft ook niet de beste mogelijke ervaring aan, ja, je bezoekers. Dus jij zelf kan misschien wel creatiever zijn doordat je op kookcursus gaat. doordat je leert jongleren met je hele team, whatever. Ja. Oh, wat worden we daar creatief van. Maar je producten worden er niet beter van, want jij snapt het web nog steeds niet. Nou, en daar zit het een beetje in. Stel dus dat mijn product, weet ik wat, cake is of iets dergelijks. En ik weet dus, en ik wil mijn cake verkopen. Dus ik ga, ja, dan, en ik ben bijvoorbeeld vroeger webdeveloper geweest. En ik ga een website maken waarin ik alle cake verkoop. Ja. En daar ook heel goed sales doet en Facebook, et cetera. Dat draait allemaal als een tierenlier. Maar ik, misschien laat ik dan wat kansen liggen. Bijvoorbeeld, in de echte wereld door banners op te hangen voor mijn winkel of door mijn winkel gezellig aan te kleden. Dat betekent dat je verstand moet hebben en ook moet kijken naar wat er om je heen gebeurt. Ja, nou eigenlijk dat je nadenkt over het geheel, zeg maar. En dat die, ja, vaardigheden die je ontwikkelt om het geheel te beschouwen, dat zeg maar dingen zijn die we langzaam kwijtraken als we hyperdigitaal zijn. Als we hyper-specialistisch zijn. Ja, ik denk heel erg specialistisch zijn is goed. Maar ik denk dat je ook, je moet natuurlijk in de gaten hebben wat er om je heen gebeurt. Je moet, ja, ook kijken, kan ik wat leren van andere disciplines? Dat, ja, is wat ik ook vertelde in dat verhaal van me natuurlijk. Maar ik denk wel dat, kijk, iemand die algemeen creatief is, die kan geen goede website bouwen. Dat is juist een probleem wat je ziet met reclamebureaus. Die denken, ja, we kunnen toch hartstikke mooie posters vormgeven. Ja. Ja, maar als je een website vormgeeft, dan is hij crappy. Dan is hij niet te gebruiken en dan ziet het er niet uit. Ja, en nu zie je een soort van tegenreactie daarvan. Van mensen die zeggen van, ja, we hebben dus een reclamebureau en we hebben een digitaal reclamebureau. En we neigen toch weer terug te gaan naar het reclamebureau, want, ja, die neemt nu ook een beetje digitaal. En die, maar ik denk dat je binnen zo'n bureau zal je experts hebben. Ja? Op bepaalde gebieden, lijkt mij wel, toch? Er zijn maar heel weinig echt getalenteerde generalisten natuurlijk. Die overal, ja, heel erg goed in zijn. Homo universalis. Ja, daar zijn er niet zoveel van. Reclame. Ja. Hey, ik vind het interessant. Hier moeten we een andere keer nog verder over praten. Ja. Want dit is echt een heel interessant onderwerp. Maar helaas, de wasstraat is vol. Ja, want het is namelijk juist een van de dingen waar ik me druk over maak. Over dat het medium vaak niet begrepen wordt. Ja. Waarin mensen werken. En dat dus, hè, van sommige, je hebt, als je voor tv werkt, dan weet je hoe tv werkt. Ja. En ook technisch. Ik bedoel, dat weet je, ook al ben je iemand, ja, je weet hoe je een dramatisch moment moet maken en je weet hoe, ja, je mensen kan overtuigen. Maar voor het web is op de een of andere manier hoeven we niet, in sommige disciplines niet te weten wat wel en niet kan technisch. Op een of andere vreemde manier. Ja, ik ben het daarmee dus eens. Dus vandaar dat ik hier altijd een beetje allergisch voor ben. Voor dit. Ik ben het er wel mee eens. Je moet breed kijken. Je moet veel om je heen kijken. Maar je moet ook specialistisch zijn. Je moet het medium waarin je werkt moet je echt begrijpen. Ja. Voordat je er iets goeds voor kunt maken. Daar ben ik het sowieso mee eens. Tot zover. Hey, doei. Doei.